Deze wedstrijd om de Johan Cruijffschaal is uiteindelijk in 4-4 geëindigd, waarna Feyenoord heeft gewonnen na strafschoppen. 8 goals in 1 wedstrijd, hoe dan? In deze video laat ik mijn licht schijnen op de verdediging en de aanval van PSV en de verdediging en aanval van Feyenoord. Maar, belangrijk voor jullie om te weten, ik heb niet zomaar gekeken, ik was ook aanwezig in het stadion van PSV, het Philipsstadion in Eindhoven. Dus ik heb het van dichtbij kunnen meemaken. Voor de neutrale kijker een gruwelijke wedstrijd. Ik begin met de analyse van PSV, aangezien zij een verdediging hebben waaraan gesleuteld wordt. Niet onbelangrijk, er zijn maar liefst 3 steunpilaren waarvan er 2 dus blessures hebben en eentje een transfer heeft gemaakt. 2 middenvelders moesten daarom noodgedwongen achterin spelen. En daarbovenop komt ook nog eens dat het de eerste officiële wedstrijd van het seizoen was. Beide teams zijn nog niet op elkaar ingespeeld en de vaste basiself is nog niet eens duidelijk. Ik bedoel, het is geen excuus, maar beide teams hebben hier duidelijk wel mee te dealen. Ik denk dat het doorschuiven van 2 natuurlijke middenvelders naar de achterhoede voor problemen heeft gezorgd bij PSV. En met name in de verdediging. Het middenveld is de kern van het elftal. Doordat Schouten naar achteren geschoven werd, ontstond er een disbalans aangezien er dus 1 verdedigende middenvelder was, Joey Veerman, en 2 aanvallend ingestelde middenvelders in Saibari en Malik Tillman. Bij PSV viel het mede hierdoor op dat er veel spelers bij een counter of balverlies voor de bal stonden, met een open huis voor Feyenoord tot gevolg. Zij waren mes scherp. Feyenoord leek het onder controle te hebben, gaf weinig weg. Maar ze waren toch kwetsbaar, aangezien de ruimte lag achter de laatste linie. Op het moment dat PSV een dieptebal gaf, of dat er een lopende speler de diepte inging, was Feyenoord kwetsbaar. Ze raakten in paniek. Ze kregen meerdere goals tegen in de diepte. En laat PSV nou net dat team zijn met veel bewegelijke, diepgaande spelers. Natuurlijk was het van beide teams niet goed wat ze lieten zien, toegegeven. Zeker vanuit PSV zijnde, zij speelden thuis. Mag het niet zo zijn dat je zelf 4 goals scoort, dus qua scorend vermogen zit het gewoon goed, maar dat je de 4 tegen krijgt. Dat kan gewoon niet. Ik kwam trouwens nog een big man tegen na de wedstrijd. Noah Lang. Hij zei zelf ook tegen mij, bro, 4 goals tegen krijgen, we waren aan het kloten achterin. Eens. Maar niet alles is negatief. Zowel PSV als Feyenoord, de top 2 van de Eredivisie, heeft laten zien over scorend vermogen te beschikken. Dus, we kijken wel uit naar veel goals komend seizoen. Uiteindelijk is dat wel wat voor 8 goals in 1 wedstrijd heeft gezorgd. Maar geen paniek. We zijn nog zoekende. Het seizoen is nog niet officieel begonnen, ondanks dat dit de officiële wedstrijd was. Ik heb het over de competitie, de Eredivisie. Er is nog tijd te gaan. We kunnen nog spelers weggaan, kunnen nog spelers bijkomen. Ze raken ingespeeld op elkaar. De basiself wordt langzaam maar zeker bekend. Maar voor nu, voor beide teams, geldt het volgende. Verdedigend ondermaats, maar aanvallend effectief messcherp. Laten we voetbalkennis met elkaar delen, mensen. Join de discussies en toegegeven, ik wil ook graag 100k halen.